Samen met je zus, Floor. Keileuk. Ik vond het ook keileuk. Ik denk de zaal ook aan het applaus horen. En dan mogen jullie lekker naar het interview in de Green Room. Geef ze nog een groot applaus. Dit waren Lieke, Floor, Fleur, Bouke en Tige. Hey Jens en Heike, zijn jullie ook zo'n fan van iemand dat jullie die zouden vermoorden? Oeh, goeie vraag. Nou, dat zou ik nog net niet doen, hoor. Nee, ik denk het niet. Van wie zijn jullie fan? Voor mijn vrienden in de zaal, Taylor Swift. Taylor Swift, oké. Okay. En jij? Ja, ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Ik kan van heel rustig liedjes houden en ook van hardcore, dus. Oh, nou, dus. Leuk. Oké, okay. Ik zie dat de artiesten al zijn gearriveerd. Dus vraag ze alles wat je wil weten. Jullie hebben een liedje over je moeder. zijn jullie moeders ook in de zaal? Ja, die van mij wel. Van mij ook. Ja, mijn ook, ja. En nog meer familieleden in de zaal? Ja, mijn oma, mijn opa en oma, mijn neef die speelt ook mee. Ja, mijn vader, moeder, broers en zussen, iedereen eigenlijk wel. Gewoon een hele familiebijeenkomst. Ja. En hoe zijn jullie als groep samengekomen? Nou, eigenlijk zouden Lieke en Floor samen dit liedje spelen. Alleen leek het wel een leuk idee om er een bandje omheen te vormen. En toen hebben ze ons gevraagd. En jullie hebben al lang moeten wachten, dus zat de spanning er ook al op? Of hebben jullie al, was het hier? Nou, ik denk dat wij de optreden vooral heel leuk vonden. En ja, de tijd. Weinig spanning, we vaak niet op het podium staan. Dus. Nou, ik zou zeggen, pak nu een snoepje en zullen we eens kijken naar het volgende optreden in de zaal. Jullie hebben wel veel snoepjes uit te delen. Ja. Lekker. We gaan naar het volgende optreden. De artiesten zijn klaar. Femke, kan jij mij vertellen welk liedje jullie gaan zingen? Måneskin, ja, die van het Songfestival. Heel goed. En dan ga ik eens even hier naar de heren van de snaren. Bram, jij bent de jongste in deze band. Jij zit in de eerste, hè? Ja, dat mag voor geklapt worden. Zeker weten. En Bram, ik heb een grappig verhaal gehad, want er is dus een connectie tussen Sander... En Bram zit in de eerste, Sander zit in de vierde.
En nee, je mag het zelf gewoon vertellen. Ja, een gitaar van hem, dat was dus mijn eerste gitaar. Ja, dus toen Bram op gitaar ging, toen kreeg hij de gitaar van Sander zonder dat ze dat van elkaar wisten. En vandaag staan ze samen op het podium. Dat is wel heel cool. Ja, daar mag ook voor geklapt worden. En Sander, de man van de snaren. Hoe lang speel jij gitaar? 9 jaar. 9 jaar, dat heb je straks ook al verteld, hè? Ja, ja, ja. Ik stel gewoon dezelfde vraag. Heel goed. En hoe is dat om samen met Bram op het podium te staan? Ja, natuurlijk keileuk. Samen met Bram, we hebben ook dezelfde gitaarleraar. Dus zo kwamen de gitaren over van mij naar Bram. Dus keileuk. Cool, okido. Dan denk ik dat we lekker naar jullie gaan luisteren. En dan zijn hier Femke, Quinty, Bram, Koen, Hanna en Sander met... Babyset van Måneskin.